Dus eigenlijk dat willen we gewoon laten zien van, hey, het is niet zomaar een achtbaantje en iets voor kinderen en zeg maar iets kinderachtigs of zo. Het is gewoon super tof en cool voor iedereen. Vanaf kinds af aan ben ik al pretparkfan. Het plezier en de magie op deze plekken geven mij een ontzettend fijn gevoel. De Nederlandse pretparkcommunity is gigantisch en zit vol met mooie, unieke persoonlijkheden. In deze serie ga ik op zoek naar de verhalen achter deze mensen. Mijn naam is Sven en welkom bij Pretparkfans. Vandaag reizen we af naar Harderwijk. Daar wonen Lars en Brian. Sinds hun doorbraak op TikTok zijn ze enorm bekend in de pretparkcommunity. Maar waar komt deze passie nu eigenlijk vandaan? Ik ben Lars, onderdeel van Team Park Explorers en ik woon in Harderwijk. Wij reizen eigenlijk de wereld over om de meest gekke pretparken te ontdekken. We maken daar hele korte, snelle video's van en die delen we met de wereld. We proberen eigenlijk pretparkblijdschap te delen. Lars is onderdeel van social media account Team Park Explorers. Vooral op TikTok en Instagram zijn ze heel erg actief. Hij doet het samen met zijn vriend Brian. Ze zijn al 4 jaar samen en delen de passie voor de pretparken met elkaar. Brian en ik op elkaar lijken, zeg maar, groot woord, maar we hebben wel dezelfde passie. Pretpark is echt onze passie, daar staan we mee op en daar gaan we mee naar bed. Zeg maar, nieuws checken, het erover hebben, hopelijk iedere week ergens heen gaan. Dat is zeg maar onze passie, maar je hebt natuurlijk ook wel je eigen ding. Je eigen persoonlijkheid, dingen die je leuk vindt, wat totaal weer verschilt. En ik denk dat dat ook wel nodig is, dat je die yin en yang hebt. Dus op pretparkgebied zijn we altijd eigenlijk op dezelfde lijn, maar daarbuiten gelukkig niet. En dat houdt het ook leuk. De lockdown kwam en dat was saai voor iedereen, voor mij ook. Brian had nog wel best veel werk. Bij mij ging het werk dicht, het museum waar ik werk ging dicht. Dus ik zat ook meer thuis, ik kon geen leuke dingen doen, super saai. Dus toen dacht ik, nou, TikTok kwam toen net een beetje op. Ik ga die app eens downloaden en gewoon kijken, joh, wat is dit? Een beetje zo scrollen door die filmpjes heen, en dat vond ik wel leuk. Toen had ik een achtbaanfilmpje gepost. Ik dacht, je moet zelf ook iets bijdragen dan. Dat had ik gepost en dat scoorde best wel. En toen zei Brian eigenlijk, die denkt dat meteen altijd door, die zei, oh, er is nog niks met achtbanen op TikTok. Hier zit markt in, we moeten doorpakken. Dus toen hebben we eigenlijk, ik had gewoon het account ook gewoon Lars genoemd, zeg maar naar mijn eigen naam. Toen hebben we echt gezegd, nou, we noemen onszelf Team Park Explorers en we gaan gewoon eens wat achtbaan dingen posten uit pretparken en kijken of dat aanslaat. En dat sloeg eigenlijk wel meteen aan, dus toen zijn we daar gewoon mee doorgegaan. Zeg maar, waarom wij hiermee zijn begonnen ontstaan, dat mensen hebben eigenlijk geen idee van pretparken en wat voor een business en branche dat is, die zo groot en zo mooi is, vinden wij. Dus eigenlijk dat willen we gewoon laten zien van, hey, het is niet zomaar een achtbaantje en iets voor kinderen en zeg maar iets kinderachtigs of zo. Het is gewoon super tof en cool voor iedereen. En het is meer met dat doel, denk ik, dat we het ook doen. Het is, zeg maar, het gaat ook niet om ons, het gaat om wij die een park ervaren. Dus het park staat eigenlijk voorop. Dus meer ja, onze passie laten zien waarom wij dat zo geweldig vinden. En we proberen natuurlijk, zeg maar, bij Disney weten mensen, zeg maar, dat je met Mickey Mouse op de foto kunt. Maar mensen weten bijvoorbeeld niet wat hele kleine gekke parken en zo ook te bieden hebben. En wat je in China kunt doen, en tuurlijk als wij in China zijn, gaan we naar de culturele dingen. Maar het hoeft niet allemaal cultureel verantwoord. Het kan ook gewoon 100% fun zijn en in een wereld verdwalen die je niet kent. En juist dat laten zien of zo, ja, daar haal je dan voldoening uit. Dat mensen gaan reageren, waar is dit? Ik wil dit ook ervaren, ik wil dit ook zien. Bijvoorbeeld van een vrouw, die heeft dan onze Europa-park filmpjes gezien. Die is naar Europa-park daardoor gegaan en die zegt, het was zoals op jullie filmpjes en het was fantastisch. En heel vaak iemand zegt van tevoren van, hey, ik ga daarheen, heb je tips? En ik vind het dan superleuk om diegene echt ook tips te geven waar diegene iets aan heeft. En dat diegene dan uiteindelijk feedback geeft tijdens zijn bezoek daar, een filmpje stuurt van ik ben nu hier en inderdaad, nu staat hier geen wachtrij of inderdaad, dit had ik niet, die attractie had ik niet willen missen. Dus zeg maar, die interactie eigenlijk die je met vreemden aangaat en dat je eigenlijk bij andere mensen die passie aan kunt wakkeren, dat
Dat geeft je best wel een bijzonder gevoel. Het is aanstekelijk en we hebben dan even iets gemeen met een wildvreemde aan de andere kant van de wereld. Dat zo. Ja. En die passie delen met anderen is een groot succes. Met miljoenen kijkers en al meer dan 1 miljoen volgers op TikTok kun je zeggen dat ze niet meer te missen zijn op social media. Toch hebben ze allebei een heel ander leven buiten de pretparken als het gaat om werk. Nou, in het dagelijks leven werk ik dan voor een luchtvaartmaatschappij KLM. Reis de wereld over, waar ik ook tegelijkertijd mijn grootste hobby kan uitoefenen en dat is pretparken bezoeken. En eigenlijk in het dagelijks leven zit ik of in een vliegtuig of in een pretpark, daar komt het op neer. En nou, vroeger had je nog een pretparkforum genaamd teampark.nl en hij zat daar op en ik zat er ook op. En door de jaren heen ken je elkaar dan wel doordat je allebei berichtjes plaatst, maar je kent elkaar niet persoonlijk. En we zijn uiteindelijk via dat forum in een vriendengroep terechtgekomen van allemaal pretparkfans. En uiteindelijk zijn we met z'n allen gezellig naar Walibi Wild België geweest 5,5 jaar geleden. Daar raakten we aan de praat. En dan van het een komt het ander, zijn samen naar Disney geweest. Zijn samen nog naar een pretpark hier geweest. En dan ja, op een gegeven moment, dan bloeit er iets op. Dat we zoveel mensen ook blij kunnen maken. We krijgen best wel veel hele lieve, positieve berichten van mensen. Oh, ik geniet zo van jullie TikToks. En ik heb zelf het geld niet of ik kan niet naar pretparken gaan. Mensen die in Pakistan wonen, in Afghanistan. We krijgen eigenlijk berichten over de hele wereld van ik leef zo met jullie mee. En dat is eigenlijk het mooiste compliment dat je mij kunt geven. Dat ondanks dat het digitaal en filmpjes zijn, dat mensen daar zo'n goed gevoel van krijgen. En dat vind ik heel mooi. Ik wil zelf graag leuk gevonden worden. En probeer dus ook heel vaak iedereen te pleasen. Nu heb ik steeds, naarmate ik ouder word, geleerd dat sommige mensen ben je geen match mee en het gaat nooit komen. Dus zeg maar, dat zit wel in mijn aard. Dus, maar ook dus als iemand echt oprecht om tips vraagt, probeer ik daar ook wel heel uitgebreid op in te gaan. Soms is die tijd dan niet en dan maak je die. Eigenlijk is het van de zotte dat je zeg maar, dan best veel tijd besteedt aan random iemand. Maar ja, dat zit wel in mijn aard juist. Wat ik zeg, ja, ik wil leuk gevonden worden, maar ook, ja, ik wil altijd het beste voor mensen doen. En ik geloof ook in de goedheid van de mens, zeg maar. Ook als ik op het werk, zeg maar, als het stresslevel tot hier zit, heb ik zeg maar twee mogelijkheden wat zeg maar mijn afweerreactie is. Of blokkade weg, zeg maar. Maar dat kan niet. Ik ga dan, zeg maar, dat stapje meer. Dus super enthousiast, super van er is niks aan de hand. Ja, een beetje dat. Een beetje super blij. En degene die mij kennen, die zien van, hé, het gaat niet goed. Maar die medewerkers waar ik verantwoordelijk voor ben die dag, die denken, oh, het gaat top, fijn. En dan denk ik ook, dat wil ik ook dat hun voelen. Maar soms is dat wel lastig, want iemand die je dus niet kent, die ziet niet in van, hé, lastig vandaag ook een kutdag. En die heeft het ook niet makkelijk. Iedereen heeft wel eens een kutdag. Maar dat zijn wel de twee reacties. En dus ook op de middelbare school kreeg ik mijn eerste tentamen ooit een 1. Dan ga ik lachen. Zeg maar, het is of lachen of huilen. En ook die docent heeft me toen de les uitgestuurd en zo. En eigenlijk heeft mijn moeder ook gezegd van, hey, ja, dat bedoelt hij niet zo. Hij vindt het echt wel vervelend. Maar op zo'n moment is het of lachen of huilen, zeg maar. En dus wel denk ik, ik kom uit een klein dorp. Er wonen echt 500 mensen. Ik heb, zeg maar, mijn ouders wonen daar. Maar ik heb niks met die mensen daar of met het dorp. Het is niet dat ik dan echt helemaal een buitenbeentje was of zo. Het is ook niet zo stereotyp. Kijk, ik val natuurlijk op mannen, een klein dorpje, het is allemaal stereotyp en zo. En ook op de middelbare school, zeg maar, mensen vonden me wel leuk en grappig en aardig, maar ik hoorde er zeg maar dat op zich niet echt bij. Ik heb ook niet met iemand nog contact, zeg maar, die ik heb mee leren kennen tot mijn 15e levensjaar. En juist toen ik ouder werd en dan ga je mensen zien op een opleiding die dezelfde passies hebben, toen klikte dat. En dan klikt ook iets in jezelf van, hey, er zijn mensen waar je het gewoon instant goed mee kunt vinden. En dat is dan heel veel waard. En dan denk je ook van, fuck de wereld, ik doe gewoon wat ik doe. En als iemand dat niet leuk vindt, pech. Ja, voor hun. Niet voor mij, ja. Ja, wat ik een heel chic moment met ons tweeën vond, was toen wij vorig jaar onze Azië-tour gingen doen. Toen gingen wij naar Shanghai. Ik moest nog naar Tokio en Lars moest nog naar Hongkong en Shanghai Disney. En hadden we allebei alle parken ter wereld gehad. Toen hebben we dus de reis afgesloten in Tokio. En toen ik in Disney Sea, het tweede park van Tokio, binnenliep, dat moment dat we allebei alle parken ter wereld hadden gehad, ja, dat vond ik wel echt een momentje met ons tweeën, dat we dat samen hebben kunnen afronden, die cirkel van alle Disney parken bezoeken. Ja, ik ben ook echt heel gelukkig, dat durf ik wel te zeggen.
Dat durf ik wel te zeggen. Wij twee zijn vier handen op één buik. En ik denk dat wij ontzettend goed elkaar aanvullen. En ik ben heel blij dat ik Lars ooit heb ontmoet. Lars was altijd zijn gezin aan het pushen om naar een pretpark te gaan. Maar meer dan 2-3 bezoekjes op een jaar werd het niet. Als hij dan mensen uit de community leerde kennen, met wie hij over pretpark kon praten, had Lars een gevoel van thuiskomen. Dat je denkt van, hey, er zijn meer mensen zoals ik die alles willen weten over wie een attractie heeft gebouwd tot aan hoe het is gemaakt. En dat kunnen delen met mensen die dezelfde passie hebben, is enorm fijn. We weten best wel veel natuurlijk, maar er komen natuurlijk constant nieuwtjes. Dus inderdaad, als ik thuis kom van het werk, dan wordt altijd wel besproken. Ik heb dan niet op internet gekeken. En altijd als Disney houdt, Brian houdt helemaal in de gaten, al die nieuwsites van Amerika, daar ben ik dan iets minder in. En dan zegt hij, heb je dit gelezen, heb je dat gelezen? En oh nee, dan ga je het daarover hebben. Dat is gewoon gespreksonderwerp nummer 1, na hoe was je dag natuurlijk. Komt dat meteen wel ter sprake. Ja, het drijft ons leven. En soms is het ook juist fijn om na een dag hard werken gewoon even weer na te gaan denken over Disney dit, Universal dat. De nieuwtjes die je gewoon even weer weghalen van het werk. En dan ben je gewoon even weer hier. We zitten nu met YouTube en ik weet hoeveel werk dat is. Superveel. En het klinkt heel lullig, maar TikTok is dat niet. Wij hebben een camera die filmt 360 graden. We houden hem vast. Hij filmt alles. En achteraf thuis kun je bepalen wat je in beeld wil. Het is wel de reden waarom ik ook geen pretparkfilmpjes meer maak. Deed ik in het verleden wel. Maar je bent dan de hele dag bezig met filmen. Eigenlijk de hele dag bezig met zijn, daar zijn. Die balans moet je natuurlijk houden. TikTok-filmpjes zijn 10, 15 seconden. En van tevoren weten we al van ongeveer van nou, die dingen moeten we filmen. Pas waar bijvoorbeeld ook in Europa Park een paar dagen. Dan zorgen we dat we op de eerste ochtend alles gefilmd hebben. En dan is het gewoon 2,5 dag genieten. Dus dat is dan even een moedje soms. Maar ja, als je dat moedje hebt gehad, dan is het ook klaar. Wat ik zeg maar wel heb geleerd, maar dat is denk ik ook naarmate je gewoon ouder wordt. Het maakt niet uit wat andere mensen denken. En zeg maar bij basis van pretparken leuk vinden en er heel vaak heen gaan, vinden sommige mensen best gek. En nu is social media en zo helemaal hot happening en het was wel steeds meer normaal. Maar zeker toen ik daarmee begon, was het niet echt normaal. Het geeft mij geluk en waarom zou ik het dan niet doen? Ik ga gewoon, want dat is de plek waar ik tot rust kom en waar ik echt van geniet. Doe dat gewoon en laat niet andere mensen zeggen van, oh, ga je voor de 12e keer naar de Efteling deze maand? Fuck them! Ja, dus gewoon dat doen en leef in de magie, ja. Heb je nou ook een bijzonder verhaal en zou je dat graag met ons willen delen? Zorg dan dat je jouw verhaal mailt naar het onderstaande e-mailadres. Bedankt voor het kijken naar deze aflevering en graag tot de volgende keer. Doei doei!